Yo kijkers, hoe zijn het hier? Mijn naam is Johan, kom bij een gloednieuwe video. Mijn haar zit echt shit vandaag, maar dat doet er totaal niet toe. We gaan wel met Jesse naar de carrière mode. We hebben nog 72 miljoen. Maar eerst wil ik jullie vragen om iets te doen. Klik nou nog op het linkje in de beschrijving. Daar staat namelijk mijn link naar mijn nieuwe Insta-account. Trinity Design Edit. Ja, volg me vooral terug. Er komen giveaways en alles op. En alle aankondigingen, heel veel Instagram-posts natuurlijk. En binnenkort ga ik ook een hele grote giveaway doen. En daarvoor moet je vooral dat kanaal in de gaten houden. En dan komt er ook nog genoeg informatie over mijn video's. Maar check het vooral uit. We hebben iets van 130, 140 volgers, zoals Chills als je ook af gaat volgen. En wij die volgers kunnen voortzetten naar die 1000. En voor de verder is, ga ik morgen ook nog eens live op MikeWalker.nl. Op YouTube dus. Op een van de snelst groeiende YouTube, of een van de snelst groeiende FIFA YouTubers. Op dit moment, relatief gezien dan. En ja, dan ben ik morgen op live. Ik hoop dat jullie ook allemaal komen kijken. Als het goed gaat, ben ik zaterdag ook live. Laten we gewoon snel beginnen met de United Career Mode. Want er zijn nog genoeg dingen die op de United Career Mode te doen zijn vandaag. Ja. Het zijn echt heel veel dingen. Tuimpie. Het probleem is dus, we hebben nog 72 miljoen. En de transferperiode, ja, klopt, die is inderdaad bijna afgelopen. Ik heb wel een ideetje van wie het nog wil kopen, wat nog moet doen. Ik moet natuurlijk nog een scoutnetwerk opzetten, of een jeugdnetwerk opzetten. Maar ik kan nog twee spelers kopen. Iemand zei in de reacties, koop Virgil van Dijk als backup. Ik hou van Virgil van Dijk op deze FIFA. Hij is zo sterk, super goed in koppen. Dus dat was meteen de speler van ik dacht van ja, dat is een hele goeie. Die moet ik kopen. En dat wordt een nieuwe aankoop. Ik weet totaal niet hoe duur die is. Ik denk 12. Ja, hij is veel duurder. Veel duurder. Hij is 82 rate. Ik denk dat hij iets van 30 miljoen is. Maar dat doet er niet toe. Dat is de eerste speler. En voor de vader is dacht ik nog van ja, misschien een speler die eigenlijk overal in het middenveld kan spelen. Eventueel nog voorin. En toen dacht ik van ja, ik vind een speler met een super lekker schot. Vind ik heel erg goed. En toen dacht ik meteen aan een speler die ik eigenlijk al ieder jaar op FIFA gebruik. Hakan Çalhanoğlu, 22 jaar oud, al 80 rated, een van de beste longshots, beste vrije trappen van heel het spel. Besef dat met Draxler daarnaast. Hij kost maar iets van, ja, 22 miljoen, 23 miljoen. Dan kunnen we hem ook proberen te kopen. Dan hebben we zelfs wat geld over om nog een speler te kopen. Maar ik denk altijd een heel groot jeugdnetwerk gaan opzetten, omdat dat wel iets is wat Manchester United de laatste tijd belangrijk vindt. Dus dat is wel een puntje. Voor de rest zijn ook iemand, Juan Jesus. Eens kijken, hoe hoort hier het? Oh, nee, wacht. Ik geloof dat ik echt helemaal verkeerd schrijf. Schrijf gewoon Jezus. Misschien vind ik hem dan wel. Juan Jesus heet hij, geloof ik. Ik weet het helemaal niet. Ik weet het echt totaal niet. Wat slecht. Juan Jesus. Linksachter, die is ook aan het spelen bij. Ja, hij is al 25. Hij is inderdaad heel goed aan het spelen. Maar hij is uitgehuurd aan Roma. Dus kan ik sowieso niet halen. Ja, dat is het dan, denk ik. Dat is het dan voor nu. Kijk dadelijk wel eventjes of ik nog iemand vind of ik nog iemand wil. Maar het team ziet er eigenlijk wel helemaal compleet uit. En dan kunnen we een jeugdnetwerk opzetten. En de wedstrijd tegen Hull City gaat spelen. Het is bijna. Ja, bijna is de transferperiode afgelopen. Maar eerst hebben we nog een competitiewedstrijd. Ik ga even mijn opstelling aanpassen. En dan ja, hoop ik dat Tobias dat makkelijk gaan winnen. We beginnen maar meteen. En dit is zo vet, dat wil ik meteen vertellen. Het is nu allemaal volgens het echte Premier League. Het ziet er nu allemaal zo uit als het ook op televisie uitziet. Wat super vet is. Ik ga deze animaties eventjes allemaal bekijken. Oh, dit is zo mooi. Evert de Napel en Yuri Mulder. Wat een helden. Wat een ongelofelijke helden. Maar ik ben heel benieuwd. De speler uit Hull City. Hull City is waarschijnlijk als een underdog die vrij uit gaat voetballen. Ik heb bijna dezelfde opstelling als vorige wedstrijd. Ik heb alleen één kleine aanpassing gemaakt die jullie zo zullen zien. Hier komt Hull City. Spelend te bekijken. Nou, dat boeit me niet. Hey, wacht even. Is dat Hendriksen van... Is dat Hendriksen van AZ? What the fuck? Dat is Hendriksen van AZ. Opstelling van Hull City is kijken. Marshall en dan, ja, Davis ken ik, Robertson. Ja, voor de rest niet heel veel op zich. Het zou op zich moeten lukken. Het ziet er heel sick uit allemaal. En nu gaan wij met deze animatie mijn opstelling bekijken. Wij hebben natuurlijk wel de sterkste opstelling van, denk ik, heel de wereld op dit moment. Met jullie aan Draxler nog een toegevoegd. Ik ben heel erg benieuwd hoe makkelijk deze wedstrijd kan winnen. Vind jij heel makkelijk, ja. Nee, dat ben ik. Oh, wat ben ik lekker. Oh ja, dat gaan we nou de hele serie horen dat ik heel lekker ben. Mijn opstelling is kijken. De Gea, Florenzi, Smalling, Varane is de wissel. Die staat voor B nu erin. Xhau, Pogba, Thiago, Draxler, Mkhitaryan, Ibrahimovic. En dan hebben we nog Martial. Ja, de wissels zijn gewoon spelers die ik soms wel eens kans wil geven. Misschien wissel ik Lingard nog voor Mkhitaryan. En voor de rest gaat er eigenlijk niet heel veel gebeuren of er moet een speler geblesseerd raken. En wauw, wat ziet dit er vet uit. Kijk dat scorebord rechtsboven en kijk hoe die spelers eruit zien. Ik ben helemaal flabberd. Flabberd, noem je dat zo? Flauw? Nee, ik weet niet hoe je het noemt. In ieder geval staan we wel bijna in een achter. What the fuck? Mkhitaryan. Lekker dit hoor. Heel erg lekker. Kom op, Mkhitaryan. Door afkappen en afpassen. Dat laatste moet ik even doen. Dit is een prima paasje. Binnendoor.
Nee, wordt hem niet. Nee, De Gea weer sterk. Dat is toch een stuwe wedstrijd waar niemand echt doorheen komt. Dit is dan een van de enige echte kansen. En dan ziet Martial vrij staan. Ik let altijd heel veel op die dim-map. Maar dit is een slechte paas, anders had hij daar zomaar weg kunnen zijn. Hult zit hier met een kans en het is... Ik heb nog geen enkele goede kans gecreëerd. Ja, en dit zou zomaar een doelpunt kunnen zijn. We spelen echt slecht, jongens. Dit moet in het weer dat het beter. Er is helemaal niks gebeurd. Ze worden neergezet, zoals je kan zien. Alleen Hult City heeft kansen gehad. En wij moeten ons maar eens gaan bewijzen in het weer. Dit kan gewoon echt totaal niet. Een heel stuk meer pasen. Dat is het eerste wat ik over die eerste helft kan zeggen. Want dat deden dat totaal niet. Ik vind Mkhitaryan te zijn niet echt een hele goede voetballer. Dus hij is niet echt een vorm in het team. Laat ik het zo zeggen. Ja, Ibra komt hier ook niet langs. En het is maar de hele tijd duwen en trekken voorin. Maar we krijgen er helemaal niks mee. Kom op. Je ligt de ruimte, maar dan moet je. Hier moet Draxler diep gaan. Julian Draxler, rust houden. Julian Draxler, de eerste kans. En 1-0. Julian Draxler is zo goed. Hij heeft zo'n lekker schot. En ik zou zeggen, doe een dapje. Hij doet de dab niet. Dit is heel erg teleurstellend. Maar alsnog, Julian Draxler, ja. Ik vind het zo'n ongelofelijk goede voetballer. En hier zien we maar ook weer waarom we hem hebben gekocht. Ik geloof dat er nu toe bijna alleen maar nieuwe transfers zijn die hebben gekocht. Die hebben gescoord. Maar hier draait hij zich ongelooflijk goed weg en schiet hij hem gewoon prima om de keeper heen. Wat dus betekent dat we met 1-0 voor staan. Zijn eerste doelpunt in de Premier League. En ik denk dat het ook meteen tijd is om een speler te gaan wisselen. Want ik vind Mkhitaryan echt slecht spelen. Voor de rest, ja, is het niet de wedstrijd van Ibra. Hij moet meer een snelle spits hebben. En ik ga de wedstrijd ietsjes meer op slot zetten. En ik ga Fellaini voor Thiago wisselen. Het is een risico meteen 3 wissels, maar dat is ook al de 70ste minuut. En ja, misschien niet heel realistisch, maar ik wil dat toch graag doen. Omdat ik gewoon deze spelers kansen wil geven om zich ook te bewijzen in het team. En misschien wel een basisplaats te veroveren. Je hoeft maar 1 keer in zo'n wedstrijd een gaatje te vinden in de verdediging. En dan is het ook zo wat afgelopen. Als je zelf gewoon goed verdedigt, ja, dan is er niet veel aan de hand. Fellaini maakt een grote fout hier, ja. Dan zeg ik dat je goed moet verdedigen en dan gebeurt dan dit. En dan is De Gea toch scherp vandaag, hoor. Houdt letterlijk alles. De Gea, klem vast. Gooi hem op Lingard, die heeft nog veel conditie. Die kan hier ook zelf omheen dribbelen. Hoeft de bal nog niet af te passen. En het centrum, waarschijnlijk Julian Draxler. Die houdt die snelheid daar ook. En dan kan ik die weer doortrekken op Rashford. Die ook nog veel conditie heeft. Rijdt zelf weg. Scoort niet. Nog een voorzet. En die wordt weggekopt. Er komt Fellaini nog aan de bal, maar die verliest hem ook. Jammer, dat had echt een 2-0 moeten zijn. Maar nu komt er een counterkast aan de andere kant. En dit is heel gevaarlijk. Florenzi valt. Maar daarmee valt de speler van Hull City ook. En is het gevaar in één keer ook verweken. Ja, Lingard. Hij is zo goed, omdat hij nog zoveel conditie heeft. Goede indruk maakt hij veel beter dan Mkhitaryan. Dus kijken of hij ook nog die bal kan voorleggen. Dat zou helemaal prima zijn. Oh, Lingard. Nou, dat lukt niet. Hou wel bal, we zitten er een inworp. Tijd gaat zo voorbij. Verane. Goed verdedigd. Weet de bal rustig uit te verdedigen ook. Komt door op Fellaini. En die weet hem dan weer slecht door te tikken. Fellaini die een hele slechte invalbeurt heeft. Die dus ook waarschijnlijk op de reservebank gaat zitten. De wedstrijd is ook afgelopen. We winnen met 1-0. Zeker niet tevreden. Er zat totaal geen snelheid in het spel. Dat moeten we natuurlijk wel hebben als we United zijn. Kijk hoe slecht we speelden. We waren echt te minderen. Als er toch een uitblinker was, dan was het natuurlijk, zoals je hier ook kan zien, Julian Draxler. En Ibra speelde een redelijk goede wedstrijd. Maar ik dacht, Rashford brengt toch meer snelheid voorin. En het kan iets meer gevaar opleveren. Is er dus niet gebeurd zoals ik wilde? Ik ga geen extra spits meer kopen. Dat zeiden ook sommige mensen. Ik kan nog wel. Ik heb een extra keeper. Heb ik al. Ik heb genoeg verdedigers. Ik ga alleen nog voor die spelers die ik graag wilde hebben. En daar ga ik nu voor kijken of dat nog gaat lukken. 21 miljoen voor Çalhanoğlu is een vaart. En hier willen ze 19 miljoen voor Virgil van Dijk. Ik heb toch genoeg geld, dus ik ga gewoon eventjes aan 19 miljoen. Dat zullen ze aanvaarden. Ik heb zoveel geld, dat boeit me op het moment helemaal niet. Jullie zullen vast zeggen van ja, maar je hebt zoveel geld, waarom koop je dan niet nog een speler erbij? Ik heb dat op dit moment niet nodig. En ik denk dat de selectie dan zo breed wordt dat ik dan gewoon totaal niet kan kiezen wie ik in de basis moet zetten. Ik ga hier ook totaal geen rol geven aan Çalhanoğlu. Ik ga hem gewoon veel geld geven, zodat ik hem niet per se in de basis moet hebben. Want ja, het is geen potentiële basisspeler. Maar we willen natuurlijk ook nog even die jeugdstaf gaan opzetten. En heel veel van die goede scouts in huren. Zijn er echt van die dure, supergoede scouts? Nou, hier hebben we een Patrick Davids die 5 sterren beoordeling heeft. Ja, moet dat maar als dat de beste is op dat moment. Ik wil eentje met dubbele 5 sterren. Precies, dit wil ik hebben. Julio Barrios gaat voor onze talentjes zorgen. Misschien nog zo eentje. Zou mooi zijn. We hebben hier eentje met 2x4 sterren. Dat pak ik ook nog maar. En dan ga ik eens kijken. Ik ga een scout netwerk opzetten
in Nederland. Eentje. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dus kijken. Nou, ik ga deze niet in Nederland opzetten trouwens. Ik ga deze gewoon in Brazilië opzetten. Dus kijken of we goede Braziliaanse voetballertjes kunnen krijgen. En ik ga toch wel iets speciaals doen. Misschien een aanvaller? Nou, ik hoef hier geen aanvaller. Ik denk hier dat ik gewoon... Ik weet niet. Ik ga gewoon voor willekeurig. Ik krijg heel veel verschillende. Alleen maar wel slim. Ik ga in Nederland. Ga ik met deze scout. Dat is de beste. Ik krijg weer hele goede Nederlandse spelers. Eens kijken welke ik zou kiezen. Sowieso 9 maanden gewoon weer. Maar dan moet ik ook eentje hier kiezen. Technisch begaafd is leuk. Vleugelspeler is leuk. Het zijn allemaal leuke dingen. Ik denk dat een aanvaller op zich wel het leukste is. Ik krijg een super goede spits. Is op zich wel iets wat we nog nodig hebben. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. 1 spits. En eigenlijk is het best dom natuurlijk. Dat ik hem dan 9 maanden wegstuur. Niet 3 maanden. Ja. Dat is best dom. Maar dan krijgen we wel denk ik waarschijnlijk dadelijk een super goede aanvaller. En dan ga ik ook eentje in België opzetten. Omdat ja, ik natuurlijk ook Belgische kijkers heb. Dat is een beetje lullig zou zijn. Die zet ik ook op willekeurig. Zodat ik heel veel verschillende spelers krijg. Belgische. Een Belgische ding is. Een Belgische scout die in België ook scouten gaat. En we hebben dus 3 scouten elkaar opgezet. Nu ga ik even die 3 spelers kopen. Of die 2 spelers kopen. En dan hebben we onze doelstelling voor deze aflevering ook al gehaald. Ook kijken naar die top deals. Je ziet gewoon 3 aankopen van ons. Er komen dadelijk nog 2 bij. Maar die staan dan waarschijnlijk niet bij de top deals. Best vreemd dat er geen andere bij staan. Eens kijken. Çalhanoğlu wil komen. Dat is de eerste aankoop. We hebben nog 41 miljoen over en genoeg salaris. Çalhanoğlu is echt een fucking goede speler. Daar ben ik echt heel blij mee. En Southampton accepteert het aanbod voor Virgil van Dijk. Ik ga nog even naar kijken. Ik geef gewoon 120.000. Geen rol in de club. Want ik kan Virgil van Dijk ook niet beloven in de basis staan. Ik denk wel dat hij een plek heeft boven B. En ja, wel onder Varane en Smalling nog steeds. Maar het is wel... Virgil van Dijk, hij is heel groot en sterk. En hij is toch iets beter dan B, vind ik persoonlijk. Virgil van Dijk wil ook komen. Dus daar hebben we allebei de spelers gehaald die we wilden halen. Ja, de vorm van Virgil van Dijk is matig. Maar dat is ook een speler die ik heel graag wil hebben. We hebben nog maar 20 miljoen over. Dus op zich een andere speler zouden we niet echt kunnen kopen voor ons team. Ik weet nog niet wie ik wil halen. En we hebben sowieso nou het scoutnetwerk opgezet. Dus we krijgen heus wel nog wat goede spelers. Die we later kunnen toevoegen in het team. Transfer deadline deze is ook afgelopen. Misschien is het wel leuk om daar van onze statistieken te kijken. We hebben een winst van min 80 miljoen. Ja, we hebben gewoon weinig inkomens gehad. Maar we krijgen natuurlijk al die shirtverkoop nog. En we krijgen nog genoeg hoor. Eens kijken. Seizoenskaart is wel echt vet gemaakt hier trouwens. Transfers plus 140 en uitgaven. Ja, dat is vooral het scoutnetwerk, salarissen, stadiononderhoud, reiskosten. Maar vooral natuurlijk die transfers. Het boeit me ook totaal niet hoor. Ik bedoel, ja... Kijk, je ziet ook alleen maar dat het door scout en door transfers komen. Shirt verkoop, 7 miljoen erbij, pads boom up, alsof er niks is. En dat is ook fucking vet dat je kunt zien wie de best verkopende shirts zijn. Julian Draxler staat daar gewoon op 3. Dat is echt vet. Maar krijg je gewoon iedere week lijkt wel kaartverkoop en alles erbij. Dat is super vet gedaan, dat wist ik niet eens. Dat is echt vet. En overal is ook gewoon Draxler bij de top 3 meest verkochte shirts. Echt gewoon mooi om te zien hoor. Volgens de mensen is al 73 geworden, dat heb ik helemaal niet doorgehad. Was niet deze training, maar vorige training een BI... En Rashford zijn ook allebei omhoog gegaan. Niet tijdens de trainingen, maar gewoon daarbuiten. Mooi om te zien. Ik hoop dat ik B nog naar de 6,87 toe kan halen op het einde van het seizoen. Ik heb nou de volgende wedstrijd opstaan tegen Manchester City. Ik weet dat jullie graag willen dat ik deze aflevering nog ga spelen. Maar ik heb niet alle tijd. En het is ook wel zo dat ik al een tijdje bezig ben met deze aflevering. We hebben veel transfers gemaakt. We hebben het einde van de transferperiode meegemaakt. Als we in die volgende aflevering gaan spelen, dan gaan we sowieso ook nog tegen Watford spelen. En dan komen we daarna bij een aflevering waar we in de Europa League... En de beker gaan spelen. En dat wordt heel chill. Misschien dat ik volgende aflevering zelfs 3 wedstrijden speel. Maar dit is een uitwedstrijd. Dus kan sowieso niet gesimuleerd worden. We zullen het allemaal wel gaan zien. Nu hebben we dus iets minder tempo in het spelen van de wedstrijden. Omdat we vooral die transferperiode nog ertussen hadden zitten. En heel veel spelers hebben gekocht. Aan het einde van de transferperiode is ons team ook klaar. En eens kijken hoe ons team... Ons team is nu al best wel verbeterd hoor. Heel veel spelers zijn al in rating omhoog gegaan zoals je kan zien. We hebben gewoon de GA 90 rated. We hebben nog Virgil van Dijk en Çalhanoğlu. Çalhanoğlu heeft fijne conditie, dat valt mij op. Waarschijnlijk omdat hij net nog een wedstrijd heeft gespeeld bij een ander team of zo. Het zal allemaal wel, de paai heeft dat ook. Ik denk dat hij gewoon internationale competitie of zo heeft gedaan. Dus we kunnen gewoon heel veel kiezen nu. We kunnen Çalhanoğlu op links voorzetten, rechts voor op de cam, centraal mid. We kunnen Draxler op links voorzetten, Virgil van Dijk als wissel. We hebben gewoon heel erg veel. Hele talentvolle selectie en ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat spelen. Fellaini gaat sowieso nu daar staan. Hij heeft heel slecht gespeeld voor de wedstrijd. En ik denk dat we Juan Mata ook daar gaan zetten. En dat het dan zo uit gaat zien de komende wedstrijden. Het was een super goede aflevering. We hebben weer 2 nieuwe aankopen gedaan. En een wedstrijd gewonnen in de Premier League. We staan eerst in de Premier League. Hopelijk kunnen we het ook gewoon vasthouden. Moeten dus tegen City. Denk ik de grootste tegenstander.
van deze competitie. En het echt hadden ze er tegen verloren. Maar wij gaan kijken of wij hier op het spel wel kunnen winnen. We staan al 2 punten los van City. Maar 5 punten, dat zou natuurlijk een ideale situatie zijn. Hopelijk vond je een leuke video. Hebben jullie heel veel zin in de wedstrijd die ik de volgende aflevering ga spelen tegen City. Doe jullie allemaal een belangrijk omhoog. Subscribe naar 20 en zie ik jullie allemaal de volgende aflevering weer. En oh ja, haal maar eventjes gewoon meer dan 100 likes. Moet zeker weten lukken. Later mensen.